Goedemorgen, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Er trekken wat wolken over Nederland. Er zijn ook opklaringen en uit de wolken vallen enkele buien. Dat zal vanochtend vooral het geval zijn in het noorden en oosten van het land. En daar zien we de zon ook wat minder dan in het zuiden en zuidwesten. Vanochtend temperaturen van 7 tot 9 graden. Stevige wind. En vooral in de kustgebieden kan het zelfs krachtig waaien met windkracht 6. Vanmiddag ook in het midden wat buien. En verder tussendoor nog zonneschijn en een maximum temperatuur uiteindelijk van 10 tot 13 graden. Vanavond wordt het droog, klaart het geleidelijk aan op en gaat de temperatuur temperatuur omlaag gemiddeld al naar een graad of 7 de nacht verloopt uiteraard kouder de wind neemt ook wat af en morgen staat er nog slechts een matige noordelijke wind. Dat is wel een koude wind, want het wordt maar 9 tot hooguit 12 graden in het zuiden. Wisselend bewolkt beeld, de meeste wolken in de ochtend, de meeste zon in de middag en het blijft droog. Dan gaan we naar de langere termijn, woensdag, een dag met flink wat zonneschijn. Gemiddeld een temperatuur van zo'n 14 of 15 graden. Donderdag kan het zelfs 17 graden worden. Dan valt er in de loop van de dag een enkele bui. En ook vrijdag kan er nog wat neerslag vallen, maar is er ook alweer wat zon. Ik ben Marco Verhoef. Van weerplaza.nl